Nou, welkom bij de nieuwe vlog van Typisch Tineke. We zijn te gast op de camping vandaag, dus ik neem jullie even mee. We zijn te gast vandaag in Baarlo, in Limburg, bij Jan en Marga van camping Barbizon. Dus ik loop even naar het plekje waar wij te gast zijn en waar we met de caravan staan. En waar ik vandaag mijn vlogje op mag nemen. Hoe leuk is dat? En het is een beetje buierig weer, maar tussen de buien door ga ik toch de vlog opnemen. En ik heb een plekje gevonden waar ik even onderdak kan zitten. Dus ik neem jullie even mee. Want het is een heel schattig plekje. Kijk, hier komen we op de camping. Helemaal mooi verscholen in het groen. En daar is het plekje waar ik ga schilderen. Dus ik heb mijn spulletjes allemaal klaargezet. En we gaan lekker hier onder het afdakje een schildervlogje maken. Nou, daar zitten we dus. Helemaal klaar voor de vlog. En ik ga jullie zeggen, het is vlog 35. Maar ik neem jullie weer mee eerst even naar het resultaat van nummer 34. Dit was nummer 34 en het resultaat daarvan is dit geworden. Dus ik laat jullie het even van dichtbij zien. Je kunt er weer alle kanten ophouden. Er zit weer geen onder- of bovenkant aan. En ik draai jullie even naar beneden om te laten zien wat voor sieradensetje erbij is. Kijk eens hoe leuk dit... Oh, even kijken of dit zo past. Zo. Ja. Nee. Nou, het sieradensetje wat ik erbij gemaakt heb is dit. Een beetje de koperrode tinten en de oranje tinten. Wat weer mooi bij het schilderijtje past. En de hanger is 25 euro. En de armband past er weer bij. Die kost 20 euro. En de oorbelletjes zijn stekertjes. 12,50 euro. En dan heb je een paar bijzondere stekertjes. Mijn hoofd valt er half af. Het is beter, hè? Zo, ja. En het schilderijtje is weer 35 euro. Dan moet er nog even gefinist worden. En als je het hele setje bij elkaar neemt, heb ik mijn speakbriefje niet bij me. Dus kan ik jullie niet precies vertellen wat het kost. Maar volgens mij was het 25 en 20 is 45, 55, 57, 50 kost het normaal voor het sieradensetje. Mag voor 55 euro inclusief verzenden. En als je het schilderijtje erbij neemt, krijg je nog 5 euro extra korting. Inclusief verzenden. Dus dat is weer een leuke aanbieding, denk ik. En dan ga ik jullie naar beneden draaien en dan gaan we starten met... Ik ga jullie eerst even het verhaal vertellen van de camping, want dat is eigenlijk wel grappig. Het is nu Hemelvaart, dus we staan hier al een paar dagen. En Barbizon is wel een bijzondere naam voor een camping. Daarom was het triggerde een beetje dat my mind, want het heeft iets met kunstenaars te maken. Want Barbizon is eigenlijk een kunstenaarskolonie onder Parijs. En de mensen die hier dus deze camping gestart zijn, dat zijn Jan en Marga, die schilderen zelf dus ook. En waarschijnlijk denk ik dat ze die naam gekozen hebben vanwege die kunstenaarskolonie onder Parijs. En het, zoek het maar eens even op, google het maar eens even, maar het is een kunstenaarskolonie rond 1850 opgericht. En het ging met name om dat ze dus, het ging om realistisch werk. En het ging met name om dat je in de open lucht schilderde. En landschappen maakte. En Ruisdael is daarvan een voorbeeld van, die dat dus ook prachtig gedaan heeft en daar zeer bekend mee is geworden. Dus wel een grappig verhaal en ook wel, je merkt gewoon dat deze mensen kunstenaars zijn omdat ze dit liefdevol hebben ingericht en smaakvol hebben gedaan met al die kleine gebouwtjes en die kleurtjes en daar voel ik me hier al gauw thuis. Dus dat is toch een grappig verhaal.
En het is, ja, ik moet zeggen, qua weer hebben we het eigenlijk tot nu toe best gemazzeld. Want overal in Nederland was het slecht, maar hier gingen de buien een beetje omheen. Dus eigenlijk hebben we best aardig weer gehad. Dus eigenlijk mopperen we niet hier. En vandaag neem ik dus hier even de vlog op. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En we gaan zien weer wat het wordt. Ik laat me natuurlijk inspireren door de natuur en de omgeving van hier. Nou, dat moet moeiteloos lukken. Dus ik ga me eens even uitleven met de kleuren groen en dergelijke. Dus ik ga jullie naar beneden draaien. Dan ga ik de kleurtjes nog even uitzoeken. En dan kunnen jullie meekijken wat ik ga doen vandaag. Veel plezier! De kleuren groen had ik bedacht. Dit zijn die testtubetjes die ik laatst meegenomen had. Zitten wat nieuwe kleurtjes groen voor mij tussen. Even een blauwe als tegenhanger. En ik heb geen kopje thee of geen kopje koffie, mensen. Ik heb me verwend met een glaasje Hugo. Dus een extra verwenderijtje. Het is vakantie. En mochten jullie wat geluiden op de achtergrond horen, dat is de Limburgse gezelligheid.
zal je nog iets verder naar beneden draaien. Ja. Zo is beter.
u voor moois aan het maken? Ik ben een videofilmpje aan het maken voor mijn vlogs die ik maak op internet, op YouTube. Ja. Dus ik heb eigen YouTube kanaal en ik schilder normaal in mijn eigen atelier. Maar af en toe doe ik het op locatie. Dat is leuk. Dus nu doe ik dat hier. Dit is mijn schilderijtje van de vorige keer. En dan maak ik er iedere keer een sieraden setje bij. Maar eigenlijk zit ik in de sieraden. Die maak ik zelf. Zo. En nu doe ik iedere keer een combinatie van een schilderijtje met een sieraden setje. En dan film ik dat. En dan, en dan plaats ik dat. Geweldig. Dus uw commentaartje staat er nu wel bij op, hoor. Maar ze zien u niet. Ze zien u niet, hoor. Oh nee, ik wou net zeggen. Ze zien u niet. Nou, geweldig. Leuk, hè? Succes. Dankjewel, ja. Hey.
Zo, ik ga het afsluiten. Het is nog niet helemaal af. Maar ik ga het natuurlijk even op mijn gemakje even afmaken en presenteren in mijn volgende vlog. Dus ik ga het even laten zien hoe het geworden is. So far, so good. Even laten zien dat dit vlog 35 was. Wil je meer van me zien? Kijk dan even op mijn website www.ateliertypestineke.nl of volg mij op Facebook, Atelier Typestineke, of voor mijn sieraden op Typestineke. Je kunt me vinden op Instagram en natuurlijk op mijn eigen YouTube kanaal. En als je er toch bent, abonneer je dan even. Dan doe je mij een plezier en dan krijg je ook mijn filmpjes automatisch binnen. Dus kijk er even naar. Ik heb er een heleboel filmpjes op staan. Dit is nummer 35 van deze serie, maar ik heb er nog veel meer op gezet. Ik heb ook hele grote schilderijen gemaakt die ik in delen heb opgenomen. Dus heel veel verschillende technieken uitleg. Dus als je het leuk vindt om met acryl te werken en heel veel verschillende technieken wil zien en wil leren, nou, hou me dan in de smiezen, hou me in de gaten. Binnenkort op 3 juni doe ik mee aan het hele grote project de Colorfield Performance in Elst tussen Arnhem en Nijmegen. Daar ga ik een heel groot schilderij live maken met bijna 500 kunstenaars. Dus als je het leuk vindt, zoek me dan daar ook even op. Dat ga ik ook zeker posten op mijn Facebook, dus daar kun je me ook vinden. Dus wees welkom om me te volgen en wie weet tot de volgende keer. Dag!